Vanuit de start van het veld proberen paarden naar voren te komen, maar het valt allemaal niet mee. Het lijkt een PD-parade te gaan worden, want het is eerst Ian Stardust die de aanval inzet. En daarachter kan lekker steren die nummer 14 haar RNF Boko Hotshot drop, Hans. Het zou ook zomaar kunnen dat hij in de multi loopt. Heeft er al een schijn van, want op dit moment gaat hij ook voorbij aan Guilaine. En Hauber heeft nog een touwtje gevonden om aan te trekken, maar de reactie blijft uit en zo gaan ze de laatste bocht in. En de beide PD's nemen afstand van het veld. PD1 tegen PD2 en ze zijn halverwege de Tjarda bocht en de proppen gingen eruit bij RNF Boko. Misha Brouwer weet wat hem te wachten staat. Die zat vaak genoeg achter RNF Boko. En we komen de laatste rechte lijn in. Ian Stardust aan de binnenkant. Daar komt Kooijman aan de buitenzijde. Kooijman rijdend voor Krebas. Het is een gouden formule. En de eerste rijder moet even passen. Die ziet hem voorbij komen. RNF Boko gaat de finale winnen. 15-9 is de voorlaatste, is de laatste tussentijd. Ian Stardust voor tweede. En de derde plek daarachter is voor Mr. Blitzerbit. Het is officieel, dames en heren. Er is één paard uit de uitslag verwijderd. Maar dat was een paard dat niet bij de eerste zeven was. Paard nummer twee, Guilaine, die was buiten de baan. De winnaar is ook officieel. De rest ook allemaal officieel. Winnaar is de 14, RNF Boko. Met de man die we een warm hart toedragen. En mooi dat hij zulke paarden rijdt, Tom Kooijman. Ja, mooie zegen voor Tom Kooijman in de Regio Challenge grasbanen finale. Ja, ze zijn het wel een beetje aan hun stand verplicht natuurlijk, Stal PD, om hier mee te doen. Maar 1 en 2 is wel een topsucces. En Peter Delis is de man die Tom Kooijman als eerste feliciteert. En Bas Krebas doet dat als tweede. En dan krijgt hij een premium schaal, een prachtige ereprijs. De zierdeken hangt er al om. De bloemen zijn voor Tom en die geeft ze aan Peter Delis. Tom, gefeliciteerd. Wat maakt dat jij zomaar deze vaste winnaar mocht rijden? Bas Vulgingen wilde rijden. Ja, ik heb altijd geleerd niet veel vragen, gewoon je best doen en klaar. En, het paard was top voorbereid, kreeg een prachtige koers. Een heel klein beetje mis hier. Toen verraste hij me eigenlijk, was half over de Gielijn. Toen nam hij, dacht dat hij er was. Toen dacht ik, wat attenter moeten rijden, doe ik de volgende keer wel. Dus ik heb nu vandaag, zat er weer gewoon niet tegen, dus klaar, vooruit. Top. Is dit een soort van een sorry van Tom Kooijman? Ja, het ging niet helemaal goed terug hier en ik weet niet hoe ze dat daar interpreteren. Ik kan nog niet kijken wat er achter me gebeurt, dus maar het was een ongelukkig moment en dan moet je een beetje geluk mee hebben terug hier. Ja. En dat had je waanzinnig, een lekker paard denk ik, hè? Ja, als je de hele avond zulke paarden mag rijden, maar even maar 40 koers op een dag houden. Ja, Peter, gefeliciteerd. Leuk 1 en 2. Ja, top. Ja. Ik ben er heel blij mee. De regio challenges die krijgen een lange historie. Ja, we gaan ook nog op basis van twee meetings in Alkmaar een regio challenge in januari houden voor de Alkmaar paarden. Dus de 4,5 kilometer en de meeting eind december. En ja, we gaan ongetwijfeld weer door met gras en Groningen. Want Ralf is er ook hartstikke blij mee. Grote velden. Ik neem hem aan behoorlijke omzetten. Dus, kan ik me voorstellen, ja, dit zijn de koersen waar de Fransen op willen wedden. Hè? Ja, nou ja, en je ziet spektakel, dus dat is toch mooi. En dat is het, Peter, dankjewel. We gaan Tom herenigen met de winnaar Harene F. Boko. 5 jaar een bruine ruin van Rijn uit Tempel Boko, Duits gefokt in bezit van Stal PD. Bas Krebas de trainer, Tom Kooijman vandaag de rijder. En het stalsucces werd compleet gemaakt door de tweede plaats van Ian Stardust. Ook van Stal PD met Misha Brouwer. Maar de Regio Challenge Groningen finale 2019 is een prooi geworden voor RNF Boko. Tom Kooijman, geef ze een applaus.
uitslag is officieel, dames en heren. De koers staat gewonnen op paard nummer 14. Haar en Boko Tom Kooijman. De tijd was 1:16 rond. En de start is een feit. Paarden onderweg. Goeie start voor Gilen. En aan de binnenzijde is ook Galaxy Freo goed weg. Deze twee paarden die spuiten er vandoor. Wijd aan de buitenzijde probeert naar voren te komen. Ian Starden. We zien die galopaan aan de binnenkant. Voor paard nummer 11, Zadok Font. Uitgeschakeld nummer 11. Nummer 11 galop. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overkant van de baan. En het is aan kop van het veld paard nummer 2, Gilen. Marciano Hauber heeft hier een lengte voor. Op de tweede plaats Galaxy Freo. Buitenzijde komt naar voren Ian Stardust. Achter Ian Stardust volgt aan de binnenkant Hotshot Rob. Achter Hotshot Rob in het tweede spoor Rob van Toor. Hij rijdt Lano EV. En achter Lano EV aan de binnenzijde Dream Women. Dat is zo'n beetje het leidend sextet. Opening 1:13:6. En het is aan kop van het veld Gilen. Marciano Hauber brengt de paarden de linkerbocht in. Ja, en die pakt zelfs wat voorsprong. Gilène begint weg te lopen bij het veld. Pakt nu 4-5 lengte voorsprong. Ian Starters ligt tweede. Galaxy Freo derde. En daarachter op de vierde plek ligt Hotshot Rob. Komen wat paarden naar voren uit de start van het veld. Een deelnemer die aan de buitenkant terrein goed maakt is Flair Lady DF. En die wordt daar opgevangen. Door de nummer 7, dat is Lano EV, moet hij dus 3 dik. En achter hem aan komt HRNF Boko. HRNF Boko in het midden van het peloton. Kooijman houdt hem heel mooi op de rug van Giel Wildhagen. Tweede tussentijd 15-8. En nog altijd Guilaine iets voor het veld. Ja, wat is die van plan, die Marciano? Meestal wil het paard graag van de rug af. Vandaag probeert hij met een demarrage. 3 dik komt naar voren. De favoriet HRNF Boko. HRNF Boko gaat aan de buitenkant naar voren en komt op een gedeelde derde plaats. Maar heeft nog altijd wel wat toe te rijden op die koploper. Guilaine, die toch een aardige druk maakt. Gilen, tweede plaats, dan Ian Stardust, daarachter HRNF Boko, dan Hotshot Rob aan de binnenzijde. Galaxy Freo, die krijgt het wat moeilijker. Vanuit de start van het veld proberen paarden naar voren te komen, maar het valt allemaal niet mee. Het lijkt een PD-parade te gaan worden, want het is eerst Ian Stardust die de aanval inzet en daarachter kan lekker steren. Die nummer 14, HRNF Boko, Hotshot Rob, Hans. Het zou zomaar kunnen dat hij in de multi loopt. Heeft er alle schijn van, want op dit moment gaat hij ook voorbij aan Guilaine. En Hauber heeft nog een touwtje gevonden om aan te trekken. Maar de reactie blijft uit en zo gaan ze de laatste bocht in. En de beide PD's nemen afstand van het veld. PD 1 tegen PD 2 en ze zijn halverwege de Tjarda bocht. En de proppen gingen eruit bij HRNF Boko. Misha Brouwer weet wat hem te wachten staat. Hij zat vaak genoeg achter HRNF Boko. En we komen de laatste rechte lijn in. Ian Stardust aan de binnenkant. Daar komt Kooijman aan de buitenzijde. Kooijman rijdend voor Krebas. Het is een gouden formule. En de eerste rijder moet even passen. Die ziet hem voorbij komen. HRNF Boko gaat de finale winnen. 15-9 is de voorlaatste, is de laatste tussentijd. Ian Stardust voor tweede. En de derde plek daarachter is voor Mr. Blitzerbit. Voorlopig eindtijd 1:15:8.